Achtet euch willkommen bei meinem Selbstbauprojekt für Sonnenlöchkollektoren. Mein Name ist Stefan Brandt, ich entwickle seit 4 Jahren Sonnenlöchkollektoren und will euch gerne auf dieser DVD an den neuen Troubadour Selbstbaukollektor vorstellen. Durch einen einfachen Abbau sind Löchkollektoren sehr geschickt für Selbstbau. Binnen einem Tag lässt sich so ein Löchkollektor an der Hand von kantenklaren Onderdelen nachbauen und behält man eine Verwarmungsprestation von ca. 1500 Watt. Die verwarmte Lucht wird direkt het Gebäude eingeblasen und draagt damit bei tot een Energiebesparing tot wel 20%. Vor allem in het Vorjahr und in de Herbst wird daarmee de verwarmingsfreie Zeit verlängert. Deze collector heeft bij volle zonnebestraling een topprestatie van ca. 1500 watt. De van boven aangezuigde buitenlucht wordt met ongeveer 40 graden Celsius verwarmd. Dat wil zeggen dat ik bij een buitentemperatuur van 10 tot 16 graden Celsius in de herfst en lente een temperatuurafgifte van 50 tot 55 graden Celsius krijg. Het gebruikte luchtvolume ligt bij ongeveer 130 kubieke meter per uur. Hiermee laat zich een woonruimte tussen de 60 en 80 vierkante meter op temperatuur brengen. Bij deze collector met 1,85 vierkante meter absorberoppervlak zouden we op 600 tot 750 kilowatt per uur aan warmte-energie per jaar kunnen rekenen. Kilowattstunden an Wärmeenergie pro Jahr rechnen können.